Dit jaar staat kerstmis in het teken van een hele mooie actie voor de voedselbank. In heel Limburg en ook in Venray. En het is een hele goede actie omdat we daarmee mensen kunnen helpen die het heel erg hard nodig hebben om geholpen te worden. Tegelijkertijd stemt het ook tot nadenken. Kennelijk zijn er in onze rijke samenleving, we zijn nog nooit zo rijk geweest met z'n allen als nu. Maar kennelijk zijn in onze rijke samenleving nog steeds mensen die buiten de boot vallen. Die hulp nodig hebben. Dat stemt tot nadenken en dat stemt ook tot het goed invulling kunnen geven aan de kerstgedachten. En laten we dat doen vanuit de wetenschap dat we hier in Nederland leven in een, zoals ik het net al zei, rijk land. We hebben de beste onderwijsvoorzieningen ter wereld, bijna. We hebben de beste gezondheidsvoorzieningen die er in de wereld te vinden zijn. We leven in een Welvarende samenleving, waarin het inkomen hoger is dan in bijna alle andere landen. En toch zijn er mensen die geholpen moeten worden. Laat dat nou eens de gedachtegang zijn van het kerstfeest. En laten we ons volgend jaar ook goed blijven realiseren dat we enerzijds het met z'n allen zo goed hebben, maar tegelijkertijd dat dat wel tot de plicht roept om de mensen die het niet goed hebben, om die te helpen. En in die zin wens ik u allemaal toe. Dat u zich bewust kunt zijn van onze geweldige rijkdom. En dat we ons ook bewust kunnen zijn van dat misschien onze buurman of iemand die een stukje verder weg woont, onze hulp ook nodig heeft. Want ja, een beetje medemenselijkheid, ook dat hoort bij kerstmis. Mag ik u allemaal een heel fijn en gelukkig kerstfeest toewensen. En een mooie aanloop naar het nieuwe jaar.